pil. Dus die zat met zijn been in de heyplay en ik kwam er niet meer uit. En het is niet alleen goed voor haar, maar het is ook wel goed voor ons, voor onze band. Want ik wil dus heel graag mijn eigen evenement organiseren. En niet zomaar een evenement, maar een wedstrijd. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmas video. Ik begin deze ochtend pil met Billy en dat is mijn kat. Een van mijn katten, ik heb er namelijk twee. En deze ochtend ben ik ook begonnen met het editen van nog een video. Die is nu af, die is nu aan het opslaan. En ik heb vanmiddag een hele belangrijke afspraak met een manege waar we misschien iets gaafs mee gaan doen. Ik wil namelijk heel graag mijn eigen evenement beginnen. Daar gaan we het dus over hebben. Wat zijn de mogelijkheden? Want ik heb ideeën. Misschien dat ik die later in de video vertel. Ik vind het heel spannend om erover te vertellen, want het zijn vooral nog ideeën en er ligt nog niks vast. Ik ga even make-up opdoen, want ik zit hier echt met mijn blote billen gezicht. En dan ga ik zo meteen verder met dingetjes regelen en zo. Oh ja, en ik zeg alvast, ik ben echt geen beauty guru. Ik doe gewoon lekker mijn eigen ding. Tadaam! Ik ben klaar, ik hoef me alleen om te kleden. Dit zijn alle spullen die ik zo meteen mee ga nemen. Ik heb hier een klapblok waar ik heel veel notities in zet. En dat is dan ook voor de bespreking voor zo meteen. Ik heb hier twee pakketjes van winnaars die winactie hebben gewonnen. Dus die moet ik ook even opsturen. Ik heb hier een handtekeningkaartje. Daar vroeg mijn manager naar. Die ga ik zo meteen aan haar geven. Hier heb ik het winterhalster. En hier heb ik alle beantwoorde fanmail die ik nog moet opsturen. Het zijn echt een heleboel brieven. En ik heb hier heel lang aan gewerkt en die ga ik dan vandaag op de post doen. En dan ga ik nu vertrekken. Hallo. Ik ben er terug van de brief wegbrengen, de pakketjes wegbrengen. Ik heb mijn hond nog even uitgelaten. En ik heb net ook de meeting gehad met mijn manager. En de plek waar we komend jaar zoveel gave dingen gaan doen. We hebben echt een heel leuk gesprek gehad. Ook best, vrij kort. We waren... Even denken, binnen een uur waren we helemaal klaar. En heb ik zelfs daar nog een rondje gelopen. En ik wil nog niet te veel verklappen. Dus ik moet nog even nadenken wat ik wel en niet kan vertellen in deze video of in de komende video's. Maar het is echt heel gaaf. Wat ik dan wel kan verklappen, waar ik zelf gewoon heel enthousiast over ben, is dat komend jaar, als het allemaal doorgaat, dat ik en jullie, mijn kijkers, meer quality time samen kunnen hebben. En ik denk dat dat heel gaaf is. Maar goed, ik sta nu bij Noora Moos. Ik heb ze even wat hooi gegeven. En dan kunnen ze hier eventjes eten. Ga ik het weiland alvast een beetje klaarmaken. Maar eigenlijk, volgens mij wat ik in de ochtend vertelde. Ik heb nog een ander idee. En dat hebben we niet hier besproken. Want deze locatie is daar dan net niet geschikt voor. Dus dat ga ik misschien dan wel vertellen. Maar het is ook weer iets heel anders. Met een hele andere insteek. Ik ga even mijn dingen doen hier op stal. En wat ik met Noora Moos ga doen... we zijn gisteren bij het strand geweest. Dus we gaan het vandaag gewoon een beetje rustig aandoen. Ik denk dat ik met Noora misschien ga wandelen. En met Moos misschien ook. Of even longeren of zo. Dat als ze spierpijn hebben, gewoon eventjes een beetje loskomen. En dat ze niet hard hoeven te werken. De slow feeders zijn al gevuld. En ik had laatst in een video verteld. En had ik laten zien dat ik deze nu in de wei gebruik. De Hayplace. Dit is een neppe en dat is een echte. Ze zijn natuurlijk niet ideaal voor een weiland. Want ze kunnen zo rollen en dan kunnen ze zo uit het weiland rollen. Maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd. En wat natuurlijk wel heel belangrijk is. Dat was laatst ook in het nieuws. Is dat deze deksel er goed op zit. Want laatst in het nieuws zeiden ze dat een paard... hier met zijn hoef doorheen was gegaan. Omdat die deksel er niet goed genoeg op zat. Dus die zat met zijn been in de heyplay. En die kwam er niet meer uit. Dus toen moest de brandweer komen. En Noor? En dat willen we niet. Nee, maar ga maar niet wel deze eten. Want die zijn voor morgen. Daar ligt het hooi wat je nu mag eten. Ja? Kom maar. Het is weer tijd voor een winactie. En daarom onderbreek ik deze video. Want jullie kunnen meedoen aan een winactie. Om deze gele hoefwijzerpet te winnen. En wat het is met deze pet... Het is van de zomercollectie en hij is helemaal uitverkocht. Op Horse Event heb ik alle laatste petten verkocht. En heb ik stiekem deze mee naar huis genomen. En dit is dus echt de allerlaatste die te verkrijgen is. En hoe maak je nou kans op deze hele gave prijs? Abonneer op mijn kanaal. Dat is nummer 1. Dat is het belangrijkste. Ik ga ook alles checken. Nummer 2 is doe een duimpje omhoog bij deze video.
En nummer 3 is, laat een reactie achter met wat jouw favoriete ras is, of rassen, dus paardenrassen. En vertel waarom. Je kan tot en met kerst meedoen aan deze winactie en ik zal op de reactie van de winnaar reageren. Dus dan weten jullie dat. Volgens mij heb ik alles wel verteld en dan kunnen we weer verder met de video. Veel kijkplezier! Noortje en ik zijn nu even in het bos bij ons. Oh. Natuurlijk, Noora gaat even een grote boodschap doen. Maar we zijn even in het bos en ik heb mijn petje op, want het is een beetje aan het regenen. Maar ja, ik vind het dus wel belangrijk dat Noora toch na zo'n dag zoals gisteren, waarop ze dan best veel heeft gegaloppeerd, dan toch nog gewoon even de dag daarna nog wel even beweegt. Ze is natuurlijk wel ja, zo'n 9 tot 10 uur op het weiland geweest. Maar ja, ik weet niet hoeveel ze daar heeft bewogen, maar het is alsnog goed om gewoon even een wandelingetje te maken. En het is niet alleen goed voor haar, maar het is ook gewoon goed voor ons, voor onze band. En goed voor mij. Want dan krijg ik ook weer meer beweging. Ik heb net een weiland helemaal uitgemest, dus die is ook helemaal schoon. En dat was ook mijn workout voor vandaag. Noortje. En dan gaan we nou gewoon even een wandelingetje maken. We zijn bijna alweer terug op stal en het grappige is, wij lopen nu op een pad waar de tv-programma Slaapservice is opgenomen. Ik zit ook in een van die afleveringen met Noora. En dat is hier opgenomen, echt heel dicht bij mijn stal. En ik wilde nog even iets zeggen, want dit heb ik nog niet zo heel vaak in mijn... Noora, kom mee! Nog niet zo heel vaak in mijn video's laten zien. En dat is mijn wintercollectie halster. Daar was een probleempje mee, want die was later geleverd en daardoor... Ja, nog niet verkrijgbaar op Agari. Maar nu wel. Dus ga zeker even kijken naar het halster. Het heeft hele mooie glittertjes. Hele mooie lichtblauwe kleur. En dat wilde ik even delen. Nu is het Moos zijn beurt om even de beentjes te strekken. Kusje. Mooi, je bent zo lief, hè. Ja. Ik zit even in de kantine en ja, ik ben helemaal nat geregend. Maar goed, zo gaat dat met paarden hebben. Dan ga je gewoon door wind en weer gewoon je paarden beweging geven, verzorgen, wat dan ook. Maar goed, ik wil het heel even over het idee hebben. Ik ga er toch iets over zeggen, maar ik vind het toch wel gevaarlijk ook. Want vaak als je ideeën vertelt en de kans is dat het niet doorgaat... En het gaat dan niet door. Dan hebben mensen zo van... Hé, maar je ging dat toch doen. Heb je nu gefaald omdat het niet doorgaat? Snap je wat ik bedoel? Ik ga een beetje mijn idee vertellen. We zitten echt nog in de ideeënfase. Dit is trouwens niet wat we vandaag tijdens de meeting besproken hebben. Sorry trouwens als mijn handen heel vies zijn. Maar dit is een idee wat ik gewoon al maanden heb. En waar ik nu wel gas achter wil gaan zetten. Door echt te kijken naar locaties en naar mogelijkheden, de regels. Want er komen ook regels bij te pas. En welke mensen ik daarbij ga betrekken. Want ik wil dus heel graag mijn eigen evenement organiseren. En niet zomaar een evenement, maar een wedstrijd. Nu zul je vast denken, maar Fan, jij doet helemaal geen wedstrijden op het moment. En dat klopt. Dus ik ga ook zeker geen dressuur of springwedstrijd organiseren. Dat past ook niet bij mij. Wat wel goed bij me past, is Horse Agility. Ja, ik wil dan een keer heel graag meedoen aan een Horse Agility wedstrijd. Waarbij je echt met de trailer daar naartoe gaat. Daar je trucken laat zien, om het zo maar even te noemen. En dan gewoon weer naar huis gaat, punten krijgt van een jury die er echt bij is. En ook een prijsje krijgt en dat soort dingen. Nou, dat was georganiseerd. Helaas ging dat niet door. Dat was trouwens niet door mij georganiseerd. Nou, dat ging helaas niet door. Dat vond ik echt heel jammer. En toen dacht ik van, ja, maar er zou toch een iets moeten... Ja, hoe moet ik dat zeggen? En het is niet alleen voor mij jammer, maar ook gewoon voor de sport zelf. Want het zou zo mooi zijn als er echt zulke wedstrijden gehouden zouden kunnen worden. En dat het gewoon bekender wordt. En ik dacht dan ook van, ja,
is er toch niet een kans? En ik heb zo'n groot bereik. Kunnen we toch daar niet iets mee doen? Nou, dat heb ik toen met die persoon besproken en zo. Nou, dat ging gewoon echt helaas niet. Dus toen dacht ik, nou, misschien moet ik zelf er iets mee gaan doen. Dus wat mij heel gaaf lijkt is om een horse agility wedstrijd te houden. Met een hoefwijzer evenement. Dus het evenement, het gaat om de horse agility wedstrijd. Maar ik zal dan bijvoorbeeld presenteren, ik weet nog niet hoe het precies wordt. Maar dan neem ik Noora en Moos ook mee. En dan geef ik daar ook nog een showtje mee. Natuurlijk een meet and greet. En er komen steentjes bij. Nou, dat zijn dan de ideeën die ik in mijn hoofd heb. Dus het wordt gewoon een heel leuk gezellig evenement met mij als hoefwijzer. Maar het draait niet alleen om mij. Het draait ook om de sport horse agility. En al het plezier wat daarbij komt kijken. Want eerlijk gezegd, ik heb er dus echt wel een tijd over nagedacht. Van ja, moet ik nou een evenement hebben wat helemaal om mij draait? En daar voel ik me niet zo comfortabel bij ofzo. Ik vind het fijner als mensen niet alleen plezier die dag uit mij kunnen halen. En dat dan ook een soort van alle druk op mij ligt. En alle ogen op mij gericht zijn. Maar dat mensen ook voor iets anders komen. Voor ander plezier. Snap je wat ik bedoel? Maar goed, dit is een idee. En ik deel dit met jullie omdat ik toch wel benieuwd ben of hier animo voor is. Dus vraag naar is. En of jullie mee zouden doen. Want dit is dan voor beginners of mensen die nog nooit hebben gedaan. Maar het is dus voor beginners en gevorderden. En ja, ik ga gewoon nog even goed kijken wie ik allemaal om me heen ga verzamelen hiervoor. Maar ik deel dit met jullie omdat ik jullie ook een beetje wil meenemen in deze reis. En ik hoop dat dit een hele leuke reis gaat worden. En dat het ook met een mooi evenement als einde heeft, zeg maar. We gaan het gewoon zien. Ik ben natuurlijk op dit moment echt heel druk met vlogmas en zo. Maar ik kan wel een beetje kijken wat ik wel een beetje. Of kan een locatie of zo kan regelen. Ja, dus als jij nog een goede locatie kent. Die in het midden van het land is. Of misschien een beetje richting het zuiden. Want ik wil ook kijken of ik iets voor de Belgische kijkers kan doen. Dat die ook makkelijk kunnen komen. Dus mag echt niet boven Ermelo zitten. Absoluut niet. Maar ja, laat me even weten. Het lijkt me echt heel leuk natuurlijk als jullie ook komen. Al is het als publiek. Want je hoeft natuurlijk niet alleen te komen als je meedoet aan de wedstrijd. Ook gewoon om te kijken en om mijn paarden te ontmoeten. Om mij te ontmoeten. Om de kraampjes te zien. Lekker te shoppen en zo. En het wordt gewoon een hele leuke dag. Dat weet ik nu al. Ik heb alweer veel te veel gezegd. Maar ja, het lijkt me wel mooi als jullie mij met deze reis zien. En dat ik jullie ermee kan nemen natuurlijk. Dus ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Laat me dus even weten hoe jullie hierover denken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. En dan tot morgen. Doei doei!